Geluk. Nee! Nee, ik sla die putten kapot. Pistonhead. Wat? Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Duffy speelt jouw custom map. Of in ieder geval iets niet. En ik speel vandaag de custom map van Max. We gaan meteen kijken wat we moeten doen. Mensen, mocht je dat wel leuk vinden, vergeet niet om alvast even een like aan te klikken. Bijvoorbeeld dank. En let's freaking go. Regels. Ik zeg ook echt regels. Regels. Niet cheaten. Spel in survival. Spel in peaceful. Dat sta ik hier. Mooi zo. Niks kapot maken. Aan het eind mag je wel de map opblazen. Maar dan gaan we het niet doen. We houden de map natuurlijk gewoon netjes heel. Want zo zijn wij. Neem de golden apples mee voor als je fall damage krijgt. Oeh, golden apples. Dankjewel. Hij zei dat verder al. Oh, rustig aan. Hij zei dat verder al informatie uit de map te vinden was. Dus ik heb zoiets van. Let's freaking go. Klik op de button. Het komt gewoon lekker in beeld. Nice. Hallo Duffy. Dit is een adventure map gemaakt door mij. Ik ben Max, 30 jaar oud. Maar daar gaat het nu niet om. Oké, dan niet. Als jij dat niet wil, dan niet. Ja, pas je moment. Het gaat erom dat je deze map haalt. In deze map zit een parcours en een quiz. Je begint dadelijk met het parcours. Daarna wordt alles uitgelegd. Je wordt automatisch geteleporteerd. Goed, we zijn inderdaad automatisch geteleporteerd. Level 1. Dit is een white stained clay. Succes. Dit is een inkomen. Er kopen dus nog moeilijkere stukken daarheen kijken. Sorry, ik kijk al. Sorry. We gaan in ieder geval lekker deze map spelen. Dankjewel Max voor het insturen van deze map. Ik ben erg benieuwd of we hem zullen halen zonder gecheat. En zo niet, dan cheaten we stiekem een beetje. Want ja, zo zijn we dan ook alweer bij Duffy Games. Mensen, natuurlijk bedankt voor alle positieve reacties op de vorige video. What the fuck? En natuurlijk alle likes op de vorige video. Mensen vinden het namelijk een heel leuk iets dat ik een map speel. Jammer genoeg zat er vorige keer wel één map erin die niet echt door een kijker was gemaakt. Die een beetje de boord probeerde aan te passen. En volgens het niet echt helemaal goed heeft aangepast. Dat is natuurlijk wel heel jammer eraan. Terwijl we trouwens even bij level 2 zijn. Ja, ik onderbreek mijn eigen verhaal, want level 2 moet toch weer opnieuw lezen. Green Stained Clay. Hierna komen dus nog twee levels, je bent er al bijna. En ik zag net toen ik hier naartoe kwam al hier dat hier een bordje was. Dus ik heb zoiets van, we dit nog maar even gaan lezen. Tip, als je dit bordje ziet, weet je dat ik lieg? Over datgene dat ik kan duwen. Oh man. Nee, oké, dan duurt het niet kort. Maar goed, we gaan gewoon ondertussen rustig door. Wat ik dus zei, dus de vorige keer hadden we dus één keer een map die dus niet door iemand zelf was gemaakt. Wat een beetje jammer is, maar aan de andere kant weet je. Het zij zo. Ik heb nog genoeg maps trouwens in mijn mails aan mensen. Dus het is echt super episch dat mensen zoveel moeite doen om allemaal maps voor mij in te sturen. Ik ben echt enorm blij mee dat jullie het leuk vinden. Ik vind het namelijk ook erg leuk dat jullie die tijd erin steken. En dan steek ik ook weer tijd voor jullie erin. Natuurlijk is het ook een klein beetje misschien wel promotie voor jezelf als je een eigen kanaal hebt. Wat geen enkel probleem is wat dat betreft. Zo ben ik dan, oh my god, ook wel weer. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar mensen, ik moet er wel bij zeggen. Als je nou het werk een map opstuurt, zorg er wel dat alles klopt. In de zin van, geef eventjes informatie. Moet ik je map op 1.7 spelen? Moet ik hem op 1.8 spelen? Ik kan natuurlijk dat soort dingen allemaal wel zelf gaan uitzoeken. Geen enkel probleem. Alleen dat kost allemaal weer extra tijd. En degene die de map maakt, weet vaak zelf wel of ze hem in 1.7 hebben gemaakt of in 1.8. En als dat dan gewoon even in de mail erbij wordt vermeld, zeg maar, is gewoon heel makkelijk. Terwijl ik vanaf nu vaststel dat dit mijn checkpoint is. Als ik zo meteen flikker of wat dan ook, vind ik dat ik mezelf hier naartoe mag zetten. Ik heb dat nu met mezelf afgesproken, want ik zie wat er nog gaat komen. En ik denk van, we hebben een checkpoint nodig. Maar goed, wat ik dus zei, de map meldt even bij wat voor versie het is. En wat ook wel handig is, is wat je allemaal kan verwachten. Ik neem me gewoon even als Max als voorbeeld. Hij laat hier duidelijk zien wat er in de map gebeurt. Hij laat er gewoon goed in beeld komen. Het is duidelijk en je ziet ook gewoon meteen wat er gebeurt. En dat is super chill. Wat ik ook meteen bij moet zeggen is, voor de mensen die nu een map gaan insturen, zoiets hebben van, oh my god. Zoals hebben van, ja maar Duffy, ik heb mijn map al lang ingestuurd. Hij is wederom niet in de video, waarom niet? Het wil niet zeggen dat als jij een map instuurt dat ik hem meteen kan spelen. Want ik zeg heel eerlijk, ik heb nu een stuk of 20 mappen nog in de mail zitten. Dat betekent niet dat jij je map niet moet insturen. Nee, absoluut niet. Stuur hem alsjeblieft gewoon in. Wat hier namelijk, what the fuck, gewoon super chill aan is. Is dat ik nu zeg maar gewoon genoeg maps binnenkrijg. Waardoor ik gewoon lekker door kan gaan met deze serie. De kijkers vinden het leuk, ik vind het leuk. Stuur gewoon gerust je map op. Alleen, het zal misschien even een week of anderhalf week duren voordat jouw map daadwerkelijk gespeeld gaat worden. Is dat een probleem? Ik dacht het verder helemaal niet, want ja, aan de andere kant, uiteindelijk wordt die toch gewoon gespeeld, dat is gewoon chill. Het is haalbaar. Kan ik het? Ah, dang it, oké. 3, 2, 1. Oké, we hebben het gehaald, hoppakee, bam. Maar goed, dan wou ik dus even zeggen dat het gewoon wel eventjes kan duren, maar dat moet voor mij helemaal niks uitmaken. Want uiteindelijk, zolang je je map maar inzet en dan wordt het een keer gespeeld, is het natuurlijk leuk voor jullie en voor mij. Dus mensen nogmaals, vergeet niet om een like aan te klikken en natuurlijk om je map op te sturen. Level 3, Yellow Stained Clay, zoeken maar. Really? Really? Zo moet ik hier langs? Niet. Zo moet ik dan ergens hier langs, hallo? Ah, kijk eens aan, we hebben hier een blokje gevonden. Oké, één blokje. Hierop. Hierop. Ja. Yeah. Ja. Yeah.
Ho, hurk, hier naartoe en dan. Hier naartoe, come on. En dan op het ijs. Oké, ijsjumps. Heerlijk, ijsjumps. Ik hou ervan. Not. Als er iets is wat Duffy haat in Minecraft, is het ijsjumps. Duffy, je haalt ook wel die halve sprongetjes. Die haat het ook. Oké, er gebeurt hier niks. Dan denk ik, doe even een paar keer de deur open. Misschien dat er een redstone wire of zo achter zit. Je weet het natuurlijk nooit. En nu? Blok hier ergens? Blokkie? Nee. Oké. Okay. Dan of je bent hier iets vergeten, of er zit hier namelijk een jump. En dan is natuurlijk de jump, de deur jump. Als het goed is, want je kan namelijk de deur open en dicht doen. Dan zit je namelijk erin. Voor de mensen die deze jump niet kennen. Het werkt namelijk zo. Je hebt een deur die is open. Die kan je in gaan staan. Nu sta ik zeg maar in de deur. En dan zie je hem hier al lopen. Oh shit, het lijntje is hier eigenlijk al lopen. Als je van één keer springen, nog een keer springen, is het bovenop de deur. Dan is dit denk ik nu halen, maar om het mezelf even makkelijker te maken, zet ik de deur zo en dan... Ja, hoppakee. Bam it. Zoeken. Maar weer. Of weer zoeken. Maar ja, maakt niet uit hoe ik het eigenlijk verwoord. Het is gewoon dat we moeten zoeken. Hier naartoe. Dan hier op en dan hier naartoe. En dan hebben we daar weer zo'n sneaky rode blokje. En dan... Ik vind dat ik daar naartoe mag, mensen. Ik vind dat ik hier mag staan. Ik bedoel, ik heb het gehaald helemaal tot en met hier. Dan mag ik hier ook naartoe. En ik vloog nu, maar ik sprong net wel de eerste keer. Ik zal het nog een keer laten zien. Kijk, het gaat namelijk zo en dan hoppakee. Bam. Nail dit. Hoppakee. Zond ik bij, als je niet haalt, mag je tweeten. Mag je cheaten. Oké, het laatste level. We zullen zien of je het haalt. Geen onzichtbare blokken dit keer, maar wel andere leuke dingen. Er is ook geen licht. Alleen daglicht. Als het dag is. Dankjewel, hè. Dat er geen daglicht is. Alleen als het dag is. Ik kom op. En een shit. Wat? Kan ik daar gewoon omheen lopen dan? Hoe kan dit nou? Ik kan gewoon zo. Oh, oké. Mensen hebben ook uitgelegd waarom dit werkt. Aangezien dit blok een beetje hier als het ware aan de zijkant afloopt. Waardoor je dus hier nu snel hebt. Daarom is het ook de reden waarom als je in het midden of als de lava mee is en je gaat hier staan. Dat je dan al gehit wordt door de lava. Dankjewel voor die tip, mensen. Ik wist het namelijk zelf helemaal niet. Maar hey, jullie weten dat soort dingen altijd. Ik wou zeggen, dit gaat toch veel te snel. Maar ik zie hier al meteen weer een onzichtbaar blokje. 1, 2, 3. Oké, een 3 jump. Dat is op zich in één keer haalbaar. Gewoon. Ja, oké, hier ook naartoe. En dan moeten we daarop gaan. Oké, 1, 2, 3. En bam. Yes. Oké, en bam. En hierop. Nee! No! No, you have to be freaking kidding me. Max, jongen, wat doe je me aan? Max, echt waar, wat doe je me aan, jongen? Ik zweer het je. Ik vind dat ik hier mag staan. Oh, shit. Ik vind dat ik hier mag staan, want ik heb dit in één keer gehaald. Fuck it. Zo. Oké. Hoppakee. 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 Bam. Is dat in één keer haalbaar? Ja, mooi zo. Ik het liefst sla ik zoveel mogelijke dingen zeg maar, over in zo'n map. In de zin van, als je een jump kan overslaan, dan ben ik echt zo iemand die het dan echt gaat wil overslaan gewoon. Oké, okay, come on! Nee! You have to be freaking kidding me, Minecraft. Oké, ik mag hier staan. Dit is mijn nieuwe checkpoint. Mensen, als jullie wellicht al zien, zorg ook voor checkpoints in de game. Want ik ben er anders niet helemaal heel erg goed in. Goed gedaan, je hebt alle parcours levels gehaald. Nu op naar de quiz. Veel geluk. Nee! Nee, ik sla die button kapot. Oh, dat is erg. Kom op. Oké, okay, werkt hij nog? Hij werkt nog. Phew. Het is nou uit game mode, Duffy. Uit game mode. Die hoor je helemaal niet in te zitten. Zo. Oké. Okay. Sorry, Mac. Sorry. Oké. Okay. Welkom bij de quiz. Om in de quiz te komen... Of in deze quiz komen verschillende soorten vragen. Zoek eerst een button om erop te drukken. Zoek eerst een button om erop te drukken. Ja, oké. Okay, maar... Zoek eerst een button om erop te drukken. Buttons hebben toch maar, het zijn toch alleen maar van wood en dat soort shit allemaal. Dan kunnen ze niet meerdere kleuren hebben. Ben je serieus gewoon je button vergeten? Alrighty, wat zit hierboven? Water. En hier zit jouw freaking button verstopt, grap. Oh, dat is wel sneak hoor. Want ik moet zeggen, omdat hij dus daarachter ook gewoon zandstone heeft gedaan. Natuurlijk, als je het nu ziet, nu valt het meteen op. Maar op zich, dit is best goed gecamoufleerd. Bam, oké dan. Even kijken. Oh, gebruik deze om door de... Oh. Vraag 1, hoe heet ik? Dit gebruik ik dit om er doorheen te komen. Oké. Okay. Max, Lex, Max. Nou ja, ik weet dat je Max bent en dat je 13 jaar bent. Want we zijn het in het begin, dus. Jij bent Max. Mag ik het? Is het goed of wel? Oh, ik moet een beetje omhoog zijn. Oké. Okay. Even kijken. Vraag 2. Wanneer is de officiële versie van Minecraft uitgekomen? De officiële versie? Goed, in 2011 ongeveer kocht ik dit account. Dan... Was Minecraft al een tijdje uit. En dat was Minecraft 1.3 of zoiets. Fuck, hoe kan ik dat nou weten? Nee, ik ga gewoon voor het midden. Fuck it.
En dat is ook nog een goede gok ook, want deze deuren zitten dicht. Nice. Oké, okay, mensen, ik heb echt ik heb geen idee. Dit weet ik dan wel, hoe oud ben ik? 13, want dat heb je zelf gezegd. Trouwens, mooi getal, 13. Dit is een geluksgetal. Welk dier of mythe, denk je dat moet zijn? Of ieder iets in het lees ik verkeerd, sorry mensen. Staat er in het logo van Mojang? Hebben ze een logo of een dier in Mojang? Een varken, draak, geen van beide. Geen van beide? Ze hebben geen logo. Ze hebben geen... Ja, ze hebben... Dit is hem niet goed. Ze hebben wel een logo, maar ze hebben geen... Ze hebben toch geen dier erin zitten? Een varken dan? Of voor de troll? Hebben ze een draak in hun logo zitten, joh? Oké, dan hebben ze helemaal een draak in hun logo. Nooit geweten dat er een draak in hun logo zat. Zal wel. Wat vond je van deze map? Niks aan. Redelijk. Het beste wat kan. Ik denk dat ik in het beste wat kan moet gaan. Dat je zelf natuurlijk gewoon het beste gaat reten. Want ik kan dit natuurlijk nu geen antwoord op geven. Maar wat gebeurt als we niks aangaan? Wat denk jij? Oh, sorry. En wat is dan redelijk? Nou, nee. Oké. Weet dat dit een goede is? Ook de 100%. Goed zo. Klik op de button voor verdere instructies. Oh, dat is toch gemeen, dit mensen. Bedankt voor het spelen van mijn map. Als je wilt dat ik meer mappen maak, dan doe ik dat. Hey, sure, maak ze graag. Doe het. Map gemaakt door Max. Er staat een video hoe ik mijn map heb gemaakt op mijn kanaal Max Montages. Of Montages. In ieder geval, mensen, check zijn kanaal om te kijken hoe hij zijn map heeft gemaakt. Klik op deze button en kijk dan door het glas. Oh, door het glas. Leuk. Nog even een vuurwerkje voor het einde. Tot misschien in de andere map. Hey Max, dankjewel voor het maken van deze map. Ik vond dit een van de leukste maps die ik tot nu toe nog wel zo'n beetje ingestuurd. Er zit een beetje van alles in. Lastig parcoursje vond ik zelf, want ik ben natuurlijk niet heel goed erin. Maar dankjewel. Awesome. Mensen, ik zie natuurlijk lekker in de volgende map. Goed mensen, daar ben ik weer in een nieuwe custom map. En deze is ingestuurd door Druifje Games, oftewel Amy. En in de mail staat... Hey Guido, ik heb hier een custom map gemaakt voor je 500ste aflevering van de Hunger Games. Het heeft weinig met de Hunger Games te maken, maar ik vond dat je bij de 500ste aflevering wel iets leuks verdiende. Info, de map is 1.8. Als je iets niet begrijpt, kan je me altijd terugmailen. Dankjewel ervoor, Amy. We gaan spelen en we zullen wel zien hoe het gaat. Welkom bij deze custom map, Guido. Terwijl ik even over mijn andere scherm zet. Hoppakee. Welkom. Nou, dankjewel bij deze custom. Dankjewel. Duf tip. Altijd goed kijken. Uitroepteken, pijltje. Oké, kijk toch goed. Vergeet niet, have fun. Dan hier naar beneden. Wat staat hier? Druk even op 1, want de knopjes bij spawn. Daar zit je. Druk even de knopjes van. Daar zit je spawn point hier. Zo denk ik. Of die? Ik heb hier een knopje ingedrukt. Even kijken. 1 parcours. Oh, wacht, hier zijn nog meer regels, of niet? 1 parcours, 2 museum. Wat moet ik nou hier naartoe? Er zijn 2 onderdelen: spawn. Fun Guido, goed, je drives the games. A.k.a. Amy. Als je wilt, mag je soms dingen inspawnen. Je mag overal komen. Maar. Nou ja, het zal wel. Ik denk dat we door deze deur heen moeten dan. Ik heb anders ook geen flauw idee. Oh, yo, what the fuck? What the fuck is dit? Ik heb geen tekst. Wat? Oh my god. Ik moet me niet laten afleiden. Sorry. Even kijken. We hebben weer een boek. Duffy. Deze map heeft niks met de 500ste aflevering van de Hunger Games te maken. Maar ik vond dat jouw 500ste Hunger Games aflevering wel iets verdiende zoals een fan had. Dus dacht ik, laat ik een custom map maken voor Duffy. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Nou, dankjewel. Ik ben erg benieuwd. En we gaan hem spelen. Verder weet ik niet wat ik moet doen. Maar... Oeh, ik schrik me kapot, man. Zwart-geel, mijn skinkleuren. Duffy ook in zwart-geel, mijn skinkleuren. Moeten we nou hier naartoe, denk ik? Oh, parcours museum. Oké, dan ga ik hier naartoe, denk ik. Oké, ik ben nou bij het parcours. Oh, wacht even. Parcours. Haal het einde, er zijn checkpoints. Je hoeft niet per se in Game Mode 0. Game Mode 1 mag ook. Go, Duffy, go. Dankjewel. Deze denkt, mag in Game Mode 1. als je in Game Mode 1 wil, doe dan /kill als je bent gevallen. Oké, nou is goed. Ik ga mijn best doen, maar we gaan natuurlijk eerst gewoon het legit proberen. Deze sprong is haalbaar. Ja, dat zie ik. Ik weet dat het zo'n 4 jumper en die is... Dat is voor mij de verste sprong die ik gewoon kan halen zonder een speed boost, zeg maar. Alleen die is wel super, super lastig. Checkpoint. Oké, als ik nu dood ga, dan spawn ik als het goed is hier. Dan mag ik gewoon /kill doen. Oh my god. Ik haat dit zo. Oh, nee. Oké, dan moet ik dus nu /kill doen. En dan is het goed, dan span ik nu weer hier. Ja, nice. Oké, dan. Poging 2. Hop. En... Nee, niet. Niet, gewoon niet. Hè? Maar ik had er veel te weinig ren hiervoor om dit te halen.
Pokémon. En dan hierop en dan... Nah. Ik durf hier geen excuus gebruiken. Dat je weet gewoon, je bent gewoon slecht. Oké, okay, sorry mensen. Sorry mensen. Hop, hop. En dan spring ik er gewoon letterlijk overheen. Ik had de vorige keer ook al zoveel moeite met een speedrun, mensen. Dit is niet gezond. Dit is niet gezond. Duffy en speedrun is gewoon geen combinatie. Okay, dit is haalbaar en dan hier remmen en dan hier springen. En dan spring ik er weer ver overheen. Moet ik dan gewoon door blijven rennen? Is dat dan echt alles wat ik moet doen? Doorrennen? Dat kan toch haast niet? Oké, okay, come on. Rennen. Jump en... Ach, wat is dit dan? Is dit het einde? Oh joh! Ik wou alleen kijken en ik flikker erin. Sorry Amy, ik heb je parcours niet gehaald, want ik ben noob. Oh my god, wat doe ik hier? Oh, what the fuck doe ik hier nou in één keer? Goed gedaan, Duf. Nu nog terug naar de span. Goed gedaan met de combat. Ik hoop dat je het leuk gaat vinden. Ja, maar ik heb dit niet echt zelf gedaan. Ik heb dit een beetje gecheat. Maar oké, dat deed ik niet expres. Even kijken. Slimebrook trampoline. Ik vind over de pressure plate en dan gelanceerd worden. Welke bij Openluchtmuseum. Ik hoop dat je het leuk vindt. Wat staat hier? Stiekem had ik gewoon zin om te bouwen. Om een gebouw te bouwen. Komt ook omdat ik niet kan bouwen. Oh my god, dat is echt gewoon mijn logica. Wacht, we hebben hier een trampoline. Holy shit, what the fuck? Oh, dit is gewoon een random trampoline. Gewoon puur voor de fun gewoon. Dit is vet. Lol. Dit is gewoon om te trollen gewoon. Die kan ook gewoon leuk in de server maken. Hop, boink, boink. Dit is vet. Ik wist niet. Oké, leuk. Heb ik nog nooit eerder gezien. Oké, okay, we gaan nu naar het Openluchtmuseum. Moet ik nou hier naartoe? Even kijken. Anti-gravity crash can. Stop met rechts dingen in de chest. Wat? Wat moet ik doen dan? Stop dingen die rechts in de kist zitten, links in de chest. Ja, en nu? Ben ik nou eens aan het bouwen of zo? What the fuck? Hallo? Oh, het komt er achteruit eentje. What the fuck? Zeggen jullie dat? Het ging omhoog. Wat? Daar ging het weer. What the fuck? Huh? Nou. Wat? Hoe kan je nou blokjes laten vliegen? Oké, okay, het zal wel. Pak dit. En de Pearl Lift. Notch apples for safety. Dankjewel. Feather falling. Awesome. Ik heb geen idee, mensen. Ik heb geen idee wat ik over zo'n map kan verwachten. Ik snap ook heel veel dingen van Minecraft niet. Zo snap ik ook niet hoe die blokjes in één keer omhoog kunnen vliegen. Maar het zal wel. Enderpearl lift, 5 pagina's, holy shit. Om naar boven te gaan hoef je alleen maar enderpearls te spammen. Het is handig dat je wel soms kijkt of je in het midden staat van het platformpje. Als je boven bent, C. Geronimo. Oké, maar moet ik niet onder gaan staan en dan gewoon... Oh, rustig aan. Zo, en dan moet ik... Holy shit. Doe ik het nou goed of niet? Ja, nee, oh nee. Oh. Come on. Serieus. Kom op, go. Hey, niet slecht. Ja. Kom op eroverheen, nou eroverheen. Ja, dit gaat hem worden, mensen. We zijn op de top. En dan moest ik roepen, Geronimo! Oh, dan moest ik naar beneden springen. Oh my god, what the fuck. Blokken tentoonstelling, enjoy. Deze blokken kun je niet zomaar... Of deze blok kun je niet zonder command blocks krijgen. Wat is dit? Fully covered mushroom block. Wat? Dit is vet. Je kan... Oh my god. Fully covered red... Wat? Lol. Nee joh. Wat? Je kan hier gewoon een hele mushroom alleen met command blocks krijgen? Is niet bang? Oh. Vullers. Ja, maar dit. Dat kan je toch wel met een plugin doen, of niet? Inderdaad, je kan die niet gewoon krijgen. Ja, oké, al het hout, oké, dat begrijp ik dan. Oh, nog meer hout, tuurlijk, want al dat nieuwe hout is natuurlijk ook in de game. Piston head, wat? Daar kan je best vette dingen mee maken.
als je het gewoon in een, ergens neer zou zetten. What the fuck? Dubbel slap? Ja, klopt. Deze kan inderdaad niet. Wel, nee, niet. Nee. Het ziet er anders uit. Dit is een... Light. Oh, deze is al zeg maar al aan. Oké. Okay. What the fuck? En de portal? Wat? Als ik er nu in ga, gaat hier ook werken. Oh, ja. Loop hier ook maar niet doorheen. Oh, oké, dan niet. Wat de fuck is dit? Oh, we gaan gewoon rustig verder. Ik vind het helemaal goed. Oh, wacht, we hebben nog een boek. Deze boek. Even kijken. Ik zit in bedankt. Bedankt voor het spelen van mijn map, Guido. Ik hoop dat je het leuk vindt. Nou, ik heb er wel moeten lachen, ja. Dus dat is altijd iets goed. Thanks, nog een keer. Page 1 van de 3. Oh, page 1. Laat een like achter als je het leuk vond. En tot de volgende keer. Inderdaad, mensen. Doe dat eens eventjes. En dan vinden we hier nog credits. Credits. Bedankt Janu voor het uitleggen. Of voor het uitlenen van je account. Oh, dankjewel Janu. Bedankt Jasper, Jelte en Nick voor het uittesten van mijn... Oh, een heel testteam voorgegaan. Oké, episch. Wacht even, wat zit hier nog in? Nog een einde. Oké, dan gaan we het eindboek lezen. Einde. Oh my god. Ik denk echt, nou komt nog een eindboek. Nog een belangrijk woord. Einde. Really? Wow. Als je nog naar de spam wil, klik in deze button. Einde, bedankt voor het spelen. Ik moet zeggen, ik vind dit ook een hele leuke map. Het is misschien dan niet een adventure, of niet helemaal een adventure map. Het is meer een show map en een gewoon een parcours map. Maar ik vond dit ook heel leuk om te spelen. Het is gewoon een keer wat anders. En nu zie ik trouwens, ja, hier komen. Oké. Ik moet zeggen, ik heb hier ook van genoten. Ik vond dat ik vandaag twee hele leuke maps heb gespeeld. Mensen, ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. En natuurlijk voor het insturen van je custom map. Wil je nou dat ik jouw map ga spelen? Zou ik zeggen, check eventjes de e-mailadres in de beschrijving. Mail lekker daar jouw map naartoe. Zoals ik al wel zei, het kan wel even duren voordat ik speel. Omdat ik natuurlijk veel meer maps toegestuurd krijg. Maar hey, dan hoeft je map wel helemaal goed te komen. Mensen, nogmaals bedankt. Mocht je het leuk vinden, vergeet niet om die like aan te klikken. En vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken. Als je nieuw bent, laat gerust het in de reacties achter. En ik hoop jullie natuurlijk al de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Later mensen.